Tommelhoed Venlo van Gelder. En dit is uw nieuwe CD Enigma. We gaan het dadelijk in het tweede half uur hebben uitgebreid. Een band die zeker niet zou meer staan in de basiself van het Zomerparkfeest. Die staat op dit moment voor het stadhuis. Er bijna tegenaan met een rug naar het stadhuis. Dialectband heet voortaan Van Gelder. Dat werd gistermiddag bekendgemaakt tijdens de presentatie van de band in het Alt Wijshoes. Tot gisteren ging de band door het leven als de nieuwe Venlose dialectband nog zonder naam. De naam Van Gelder verwijst naar de hertog. Er stonden in die stad nieuwe dialectbandjes op. Op initiatief van Goedold, Chris Tenu, werd veel jongen een nieuwe band opgericht. Civiele jongens spelen vuurrock, maar ook funky gitaris en harmonieuze samenzang. Ze gaan nog een veel spelen, dames en heren, applaus voor Van Gelder. Chris Tenu start in 2009 een project met als doel om een Venlose dialectband op te richten en een cd uit te brengen. Nederlandse zangers en muzikanten, evenals ook tekstschrijvers, componisten, ontwerpers, fotografen, technici, etc. Na de presentatie van de band, nog zonder naam, kregen ze begin 2010 het verzoek om een nummer speciaal voor het muts afzetten op Vastelovens dinsdag op te nemen. Door weer is een ster uit de hemel. Door weer is een ster in de nacht. Eemens deed de winst van zijn leven. En door gebeurde wat. 2010. Stichting Energy for All vroeg muzikale support van de band die nu Van Gelder heet. Om er acties tijdens de Venloop te ondersteunen. Joep schreef een Venlose tekst en de eerste echte videoclip wuurt gemak. Ik pak de damschool, want vandaag loop ik eind top 3. Want vandaag loop ik eind top 3. Want vandaag loop ik eind super 3. Ik pak de damschool. Zomer 2010. Van Gelder heeft genoeg materiaal voor een cd. Dit was het ultieme doel van Chris. Middels sponsoring kan de cd gerealiseerd worden in een studio in Pruises. Enigma, wat puzzel betekent, is een toepasselijke titel. Van deze cd werden twee nummers hits bij Omroep Venlo en L1. Zondag wordt zelfs plat du jour. Een optreden bij het Zomerparkfeest volg en het project stop. Ja, ik had u echt wel goed verstond. De vroeg was of ze mij kon school. Diensten klonk lief. Ik was liever als. En dat is nog alweer weken weer. Maar zonderdag. 2011. Bart verluurt de band en wordt opgevolgd door Ron Dings. Chris was eigenlijk van plan maximaal één jaar bij de band te blijven, maar dat wordt ietsjes langer. Chris maakt ruimte voor een jeugdige bassist. Op tijdelijke basis gaat Job Jansen uit Luene bassen, maar uiteindelijk neemt Niels Timmermans het basstukje van Job over. Met de release van het nummer Kwietweg, een nummer over de gevolgen van het teveel kloeken, in het najaar van 2012 is de band met Niels als bassist compleet. Ik ben de kwietweg, ik ben ongelukkig, ik heb er niks aan door. Ik ben de kwietweg, in deze werk heb er niks aan door. Maar toen ik kwam, was het pas 6:30. Dan ben ik weer te lang gebleven. Wie ik toen ben gekomen, weet ik niet, hoe zit ik heen? S'morgens vroeg op de wc. In 2013. De band kreeg meer en meer een eigen sound en smoel. Sloppy Mich is de volgende, vijfde single van de band. De videoclip werd opgenomen in het oefenhok tijdens een meilige bui. Het idee om misschien nog een cd op te nemen werd af en toe besproken. Maar echt serieus is het allemaal nog niet. Mooi schoon een beetje box, ik zoek dat ze best wel schoon. Ging op die tienerstor, leef door en ben gegoon. Nog boete in de kel, koel gewoon want had geen geld.
naast hem en verbaasd keek ik voor hem. Geen idee, wie het geel woord behandeld. Rijden liggen en dan kwam het aangewandeld. En een boot ben ik nog in de zeil. Wie wil ze dat ik ben? Ben ik maar stik verwacht, pak die vies dan vol en stop in mijn. Zomer 2013. Binder B werd als demo opgenomen door Ron, Luc en Tommy en Meus voor de band als basis denen om het weer goed te bouwen. Het filmpje op Facebook leverde zoveel reacties op dat besloten wordt om de social media eens te testen of mensen misschien mij willen schrijven aan het nummer. Deze is amper vief en wil het voetbal net wiepen. Zijn moeder helpt hem tegen, want ze vindt het iets te rap. Hij moet zijn z'n diploma halen, hier een voetbalschilkjes krijgt. En als die boete speelt met vriendjes, is dat iets wat hij verzwiegt. Nou het behalen van zijn A, vlucht er een diploma door de land. Want als verrassing krijgt die voetbalschoen, die zijn moeder het gekocht. Van Gelder werd gevraagd om op te treden in de Frans Boermanszaal tijdens de opendag begin september. Het idee om dat live op te nemen kan gerealiseerd worden door de meewerking van Gert-Jan van Avezaat van Studio Klank en de directie en management van Theater de Maaspoort. De live nummers en de eerder opgenomen nummers zien genoeg voor een volwaardige cd. Het nummer Binder B is tijdens de Nacht van het Limburgs Leed aangevuld met meer dan 20 coupletten en wordt zodoende het langste Limburgse leed ooit. Een glansrol voor burgervader Antoine Scholte is op deze speciale versie vastgelegd. Samen met Sef, Leta, Jeroen, Bram, Christel, Rens en Van Gelder vormt hij het sloedstuk van de cd. De slagroom op de taart. Het moment is door, dames en heren, Theater de Maaspoort en Van Gelder heet de och van harte welkom bij de presentatie van hun nieuwe cd Onderweg.